steden en we kunnen het niet meer zien. Dat is eigenlijk wel jammer. En die Pasen is wel tijdens de liturgie en deed ons heel goed herinnering aan zijn aanwezigheid. Hij is er niet, alleen we zien het. Jezus, hij heeft zich van de aarde teruggetrokken. En met u waren in de paasnacht, hebt u, veel van u, uw paaskaars, aan de grote paaskaars ontstoken. En
hier staat dat het meest rechtstreeks op de verdoving van zijn goedheid en liefde. Wanneer? Wanneer wordt men het meest getrokken tot hem en door hem? En heeft dus de prachtige gelegenheid om ons leven te nemen? Is het niet in de Heilige Communie? En de Heilige Johannes Christus versterkt van haar gezicht. En dan staat men tegelijkertijd van op met een heilig vuur in de ziel. De Heilige Communie is de innere vereniging met Jezus en de bron van alle genade. Ze verwerkt de Heilige Maria de genade. Onder pand van de hemel. En ze vervult ons met Jezus' liefde tot de Vader. En tot de mensen. Net zo goed. Hoe meer liefde, hoe sterker verenigd met God. En dit geeft ons een nieuwe op aarde de grootst mogelijke levenseenheid. Die in ons de eenheid met onze broeders en zusters in Christus versterkt. Zo moet het toch zijn. Omdat we allemaal hetzelfde hemelse brood, het lichaam van Christus ontvangen. Thank you.